Ja, ik zou niet te veel zeggen over dat Married at First Sight. Ja, vrienden, ik kan het niet helpen. Ik bedoel, ik heb er nou weer twee van die afleveringen mee zitten kijken met Jut. Ja, nou ja, wat een vertoning zeg, hé. Ja, want we hebben dus daar die gozer met Sint Mahamagoed, die Martijn. En dan hebben we Facebeast. Ja, die Nicole. Ja, en ik had al gezegd in de eerste keer, dat gaat echt nooit wat worden. Maar daar hoef je echt niet zo verschrikkelijk Einstein voor te zijn om dat te zien hoor, vrienden. Nee. Dat zagen jullie ook wel. Jullie wisten ook wel van nee, dat gaat hem niet worden. Want iedereen zag al dat die Martijn, zeg maar, Sint Mahamagoed, ik had al gezegd. Die is dus van de afdeling goed vervelend. Maar zij van Facebase is van de andere afdeling behoorlijk vervelend. En dat hebben we nu gezien, want ja, want ze hadden dus knetterende ruzie. En toen gingen ze eten, toen gingen ze samen eten, zonder camera. Trouwens, opvallend was wel weer, bij de eerste keer dat zij poep aan die handrem trok, daar waren geen beelden van, vrienden. Is het opgevallen? Oh, daar had RTL even geen beelden van. Normaal zagen we allemaal cameraatjes in auto's en babbel de babbel en weet ik veel wat allemaal. Maar tijdens het hoep aan de handrem hadden we ineens de camera's niet aanstaan. Oké. Hè? Ja, dat is dus. Ja, nou ja, weet ik veel. Maar goed, dit even terzijde. En toen hadden ze dus slaande ruzie, want zijn we uit die auto gegaan. Ja, feestbeest. En toen gingen ze zonder camera weer eten. En toen was alles weer pijs en vree. Het was weer helemaal koek en ei. Alles was weer in orde. Nee, we waren weer oké. Nou, en wat gebeurde daarna? Dus ging een hele dag ging het allemaal niks aan de hand, show. En toen in één keer, toen brak de hel weer los tussen Sint Mahamagoed en Feestbeest. Want goed, Sint Mahamagoed, die zei ineens weer wat over haar rijstijl. Die zei van ja, ik wil eigenlijk nooit naast jou zitten als jij in een auto zit. En terwijl zij dus rijinstructrice is. Ja, oké, dus. En Facebeast, die pikte dat niet. En die gooide, hop, zo een glas wijn in zijn gezicht. Ha! Nou, vrienden, dat is dus het laagste van het allerlaagste. Ja, als een vrouw dat doet bij je, wegwezen, stoppen. Ik bedoel, Facebeast, ja. Die weet niet beter in haar Facebase leven. En zogenaamd, kijk maar eens, kroegtijger zijn en weet ik veel wat allemaal. Daar gooien ze natuurlijk regelmatig wat glazen in gezichten en noem maar op. Nou, als vrouwen dat doen, hé, laat zitten, nooit meer aan denken, wegwezen en stoppen. Nou goed, en zij weer weg en toen ging ze weer drama queen spelen. Dus, maar ook daarvan, vrienden, ja, wat een lang verhaal zeg. Ook daarvan hadden we dus geen opnames. Hebben we ook niks van gezien. Ook allemaal. Dus, er kunnen twee dingen aan de hand zijn. Of RTL wil ons dat niet laten zien. Die twee enorme aanvaringen tussen Sint Mahamagoed en Feestbeest. Of het is zo dat hij, als de camera niet loopt, dan is Sint Mahamagoed niet goed. Zo strontvervelend en zo irritant en gemeen. Dat Feestbeest daar natuurlijk wel boos om moest worden. Nou ja, het is een van de. Ja. Wat het is, weet ik ook allemaal niet. Daar zijn we niet achter. Maar goed, de einduitslag van alles is dat ze gewoon, maar dat wisten we al, niks meer met elkaar te maken willen hebben.